Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Dank u wel. Nog steeds te hoog, maar goed. Zo, goedemorgen iedereen. Ook de mensen op de publieke tribune. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Van der Schaar. Meneer Van der Schaar, ik heet u welkom namens onze parlementaire enquêtecommissie. Woningcoöperaties. Wij doen onderzoek naar de opzet en werking van het stelsel van woningcoöperaties. En we kijken daarbij ook naar een aantal incidenten. De commissie onderzoekt wat er is gebeurd, hoe dat heeft kunnen gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Vandaag richten we vooral onze aandacht op getuigen en deskundigen. We gaan met hen kijken naar het huidige stelsel, zoals het is ontstaan en zoals het nu functioneert. Meneer Van der Schaar, u bent de eerste, dus een bijzonder welkom ook namens de voorzitter. Het is een spannend en grootschalig gebeuren. U doet met ons de aftrap, dus dat is voor u misschien ook een eer. U wordt vandaag gehoord als getuige en dit verhoor vindt plaats onder ede. U heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Ik verzoek u even te gaan staan. Zegt u me alsjeblieft na, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u nu onder ede. Neemt u plaats. Ik vraag u om het hele verhoor de microfoon aan te laten staan. Ja. Zo dadelijk zal collega Groot beginnen. Sorry, ja, collega Groot gaat beginnen met het verhoor. En ik geef graag het woord aan hem. Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals gezegd, u bij de spits af bij de openbaar verhoor. Dat is niet zonder reden, want u hebt een hele lange ervaring in de volkshuisvestingssector. U bent projectleider geweest bij de nota volkshuisvesting in de jaren 90 van staatssecretaris Heerma. En u hebt daarna een lange tijd onderzoek gedaan en u bent ook lid geweest van diverse adviescommissies. Waaronder ook de commissie Hoekstra, dus de meest recente, die gaat vooral over het toezicht op de corporatiesector. En vanuit die ruime ervaring zouden we een aantal vragen willen stellen. En dan zou ik willen beginnen bij het begin, namelijk de geboorte van het corporatiestelsel begin jaren 90. Dat is april 1989, dan wordt de nota volkshuisvesting in de jaren 90 aangeboden aan de Tweede Kamer. En die nota die gooit een behoorlijke steen in de vijver van de volkshuisvesting. Een belangrijk element daarbij is de verzelfstandiging van de woningcorporaties. En kunt u zeggen hoe die nota tot stand komt, wat de overwegingen daarbij waren, die leidden tot het idee van die verzelfstandiging? Het idee van de verzelfstandiging is zo oud als de woningwet. Dus al vanaf 1901
was het de bedoeling dat er zelfstandige instellingen zijn die bestuurd worden door burgers of bewoners ten bate van de volkshuisvesting. Toen ook was het idee al dat corporaties vermogen moeten vormen zodat ze op eigen kracht verder kunnen. Dat is door de wederopbouwperiode enorme staatsinterventie sterk doorbroken. Ze zijn eigenlijk verstaatelijk die instellingen geworden. En op het moment dat je overweegt om beleid... Wat bedoelt met verstaatelijkt? Dat ze geheel aangestuurd worden door de overheid. Dat was een subsidiestelsel dat tot in het laatste detail bepaalde wat de corporaties zouden doen. En waarbij de gemeenten natuurlijk ook een hele belangrijke rol hadden. En op het moment dat je overweegt om dat stelsel af te schaffen, en dat was toch ook de kern van het beleid van Heerma. Het is al vaker geprobeerd, maar nooit gelukt. Sterk te bezuinigen op de subsidies, moet je ook weer organisaties hebben die in staat zijn om de sociale huisvesting vorm te geven. En eigenlijk, de nota is begonnen als een poging om opnieuw het beleidsterrein te definiëren na eigenlijk de affaire ook met de bouw, die ook bij de bouwenquête aan de orde is geweest. Er was een totaal gebrek aan politieke steun voor het beleidsveld. Dus hiermee heeft geprobeerd om een soort van begin af aan een nieuwe beleidsfilosofie op papier te zetten die ook tot voldoende politieke steun aanleiding zou geven. En daar waren eigenlijk drie componenten in. Dat was meer marktwerking, het was decentralisatie en het was verzelfstandiging. En van meet af aan hebben die drie ordeningsprincipes, herallocatie van verantwoordelijkheden, erg centraal gestaan in de voorbereiding van de nota, waarbij een heel belangrijk element was, dat bleek dat woningcorporaties in toenemende mate eigen vermogen hadden. Dat kwam. Dat bleek toen al? Ja, dat was al een aantal jaren eerder bekend. Dat kwam door de vervroegde aflossing op rijksleningen, waardoor ze eigenlijk konden herfinancieren met een groot rentevoordeel, terwijl de subsidies gelijk bleven. Het kwam ook omdat oud bezit batig werd. Maar kun je zeggen dat vooral de aanleiding financieel gedreven was? Dat woningcorporaties zaten beter bij kas en dat gaf een mogelijkheid om de subsidieverplichtingen af te bouwen. Was dat een belangrijke overweging? De aanleiding was in ieder geval om te bezuinigen en de Rijksoverheid minder kwetsbaar te maken voor claims vanuit het veld, ja. Voor subsidies. Dat was de grote operatie in die tijd zeer gebruikelijk. De Rijksoverheid was overbelast. En dan zie je dat er organisaties ontstaan die op eigen kracht kunnen werken. Misschien niet volledig op dat moment, maar het perspectief was wel dat dat zou kunnen gaan gebeuren. En dan denk je, tel je zegeningen. Het is... Speelde er behalve financiële overwegingen ook ideologische overwegingen een rol? Ik weet niet of ideologie, in ieder geval politieke visie. Ik denk dat ik mag zeggen dat Heerma overtuigd was van het nut van spreiding van verantwoordelijkheden. Het was een CDA-politicus van maatschappelijk middenveld en ook van een grote betrokkenheid van bewoners, burgers bij de woningvoorziening. Dat vond hij erg belangrijk. En ook vermindering van het aantal regels, zeg maar bureaucratische voorschriften, was dat ook een belangrijke overweging? Ook. Maar dat vloeide er automatisch uit voort. Dat vloeide vanuit de idee van verzelfstandiging, dan heb je minder regels nodig. Een aantal jaar, u bent dan een aantal jaar later, of vrij kort daarna, u bent dan al weg bij het departement, dan komt de zogenaamde budgetteringsoperatie. Ja. Dat wordt door de sector wel soms gezien als de echte verzelfstandiging, omdat de band tussen subsidies en leningen die wordt doorgeknipt, die worden tegen elkaar weggestreept. En dan komen de woningcorporaties echt op eigen benen te staan. En wat waren de belangrijkste drijfveren achter die operatie? Dus dat wegstrepen van leningen tegen subsidies. Allereerst, ik ben bij de technische uitwerking van de budgettering niet betrokken geweest. Het zat meer in de voorfase bij de experimentenprogramma's van de stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. Dus u vraagt mij iets wat ik natuurlijk uit de literatuur en dergelijke kan weten en dat we ook wel gehoord heb. Mijn beeld is dat er twee overwegingen waren. De eerste, dat de staatskas minder vatbaar is voor risico's van rentefluctuaties en fluctuaties in kostprijzen en dergelijke. En misschien, ik weet niet of u dat wil, kan ik op de techniek van de subsidies ingaan. Want dat was eigenlijk een heel merkwaardig systeem wat
soort socialisatie van investeringsrisico's met zich gebracht. Ja. Bijna niet te bedenken dat we dat jarenlang hebben volgehouden. En dat stond het dynamisch kostprijssysteem. Ja, maar, ja, nou, laten we daar niet diep op ingaan, want dat is een heel ingewikkeld verhaal. Wordt technisch heel ingewikkeld, ja. Maar het komt erop neer dat de overheid voor een periode van 30 tot 50 jaar een kostendekkende exploitatie, genormeerd weliswaar, per woningcomplex garandeerde. Waarbij ook nog eens keertje achteraf, ex ante, werd berekend of de subsidies de kosten wel dekten. Dat was niet alleen een enorme uitvoeringsbureaucratie, maar het had ook tot gevolg dat de overheidsbegroting heel vatbaar bleef voor renteontwikkeling in het bijzonder. Want als de rente steeg en de woningen moesten worden, of de leningen moesten worden hergefinancierd, dan gingen de subsidies weer omhoog. Dus een belangrijke overweging was om dat risico van de begroting af te halen. En een tweede overweging daarbij, ik zei dat er twee waren, maar al pratend kom ik tot meer. De tweede overweging daarbij was dat de vrijheid in beleid voor de Rijksoverheid heel erg beperkt was. Er was een heel groot budget. Ja. Ik weet precies het bedrag niet meer, maar laten we maar zeggen 10 miljard gulden. En ongeveer 6 tot 7 miljard gulden lag vast. En je had bijna geen flexibiliteit meer in beleid. Dus de prioritering was tenminste ook bedoeld om weer perspectief te openen op beleidsruimte. Als ik het zo mag zeggen. De andere overweging was eigenlijk vanuit de corporatie zelf gedacht. Die hele gedetailleerde aansturing van exploitatiesubsidies, wat eigenlijk geen aansturing is, maar een soort lange termijn gevolg van eerder genomen beslissingen, beperkte de mogelijkheden tot een meer rationele bedrijfsmatige exploitatie. En door die complexe subsidies af te schaffen en te bundelen tot één, dat was eerst de gedachte, één subsidiestroom per corporatie, was het veel meer mogelijk om na te denken over je beleidsstrategie. Welke woningen moet je nu in de markt beter positioneren door ze te gaan verbeteren? Waar heb je toevoegingen nodig door nieuwbouw? Hoe kun je bestaande voorraad goed beheren? En hoe kan je je financieel management goed doen? Ja. En eigenlijk was die prioritering een voorwaarde om dat te kunnen doen. En naar mijn opvatting heeft het ook gewerkt tot een als stimulans tot een beter, in ieder geval de eerste aantal jaren, tot een betere treasury en financieel beleid van corporaties. Die twee kwamen bij elkaar. En wat ik zelf heel bijzonder heb gevonden is dat dat element van bruteren van subsidies en samenvoegen en uitwisselen met leningen, dat het opeens een heel erg sterk momentum kreeg. Dat had ik zelf helemaal niet verwacht. Ik weet ook niet of ik daar zelf bij betrokken ben geweest of dat bedacht heb. Dat geloof ik zelf helemaal niet. Mm-hmm. Dus mijn betrokkenheid bij de CEF-experimenten ging juist om deze bedrijfsmatige aanpak te kunnen versterken. Ja, dat idee kreeg inderdaad snel momentum. Maar staat er niet ook misschien achter dat door die beheteringsoperatie dat de woningcorporaties de beschikking kregen over een geweldig vermogen en daar eigenlijk over konden beschikken? Nou, je kunt zeggen dat zichtbaar werd welk vermogen ze hadden, want je kon in beginsel de subsidieverplichtingen die de Rijksoverheid was aangegaan, waar ze toe verplicht was, gewoon op de balans zetten. Ja. Dat is in feite gebeurd. En dat was ook een voordeel in de periode dat je over de prioritering nadacht. Was er ook sprake van dat je als corporatie gewoon op de kapitaalmarkt moest financieren. Ja. En was de gedachte, die verandering in je balansopstelling geeft dan ook een goede onderhandelingspositie naar de banken toe. Later is er een hele garantiestructuur bijgekomen in het kader van de prioritering, maar toen we ermee bezig waren, was dat nog niet echt zo voorzien. Althans, bij mij nog niet. En inderdaad, de corporaties hebben vermogen gekregen. Dat werd zichtbaar, zou je kunnen zeggen. Of dat tot gevolg heeft gehad dat de corporaties helemaal loskwamen te staan van de overheid. Ik denk dat heel veel corporatiedirecteuren dat dachten. Maar de prioritering en de verzelfstandiging waren geen privatisering. Die beide operaties waren er nooit voor bedoeld. Ja, maar toch om een voorbeeld te geven. Als onder het oude subsidieregime, als een woningcorporatie aan een woning verkocht, dan moest je de subsidies terugbetalen aan het Rijk. Als je eenmaal afrekent en je verkoopt een woning, dan komt die hele, zeg maar, het verschil tussen boekwaarde en verkoopwaarde komt naar de corporatie toe. Dat is toch een groot verschil. Dat was vroeger natuurlijk ook zo, dat als je een woning verkocht, dan kon je lening aflossen. En de exploitatiewinst, de subsidieverplichting moest je weer terugbetalen. Ja, ontvangen subsidies moest je weer terugbetalen. En hier speelt ook de DKP-problematiek wel een zekere rol. Al in de nota is er een hoofdstuk te vinden over verkoop van woningwetwoningen, waarbij het mogelijk was om in één keer, als je die woning verkocht, de overwaarde door de klimleningen
af te strepen tegen de subsidieverplichtingen. Dus daar zit al een zekere vooruitverwijzing naar de budgettering, hoewel die in de nood niet voorzien was. Mm-hmm. Het idee was dat op deze manier inderdaad de verkoop ook zou kunnen worden bevorderd. En dat de middelen die de corporatie daarmee krijgt, kunnen worden hergeïnvesteerd. En misschien was de budgettering er nooit gekomen als er geen brief was verstuurd in begin 92, geloof ik, wat de ABR-brief is geworden, die stelt dat de corporatie een revolving fund zijn en dat ze gewoon dat geld wat ze krijgen moeten besteden voor de volkshuisvesting. En door dat te doen, verviel ook in de toekomst de noodzaak van subsidiering. Ja. En die ABR-brief is met volle instemming van financiën verstuurd. Ja. Dus met volle verstand is dat vermogen in feite ter beschikking gesteld aan de woningcorporaties. Ja. Ja, dat klopt. Ja. We zien dat na de budgettering dan nemen de vermogens van de woningcorporaties snel toe. Was dat verwacht? Ja, ik denk het wel. Hoewel ik niet weet of de omvang van de vermogensgroei precies juist is voorspeld. Maar als u in de noten zelf kijkt, dan ziet u dat er ook een gegevens op zijn genomen over de vermogensterking van de corporaties. Er speelt een factor een rol. Twee factoren. De eerste is dat de rentedaling veel sneller verliep dan eigenlijk in de parameters was voorzien. En het tweede is, waardoor woningcorporaties zich veel goedkoper konden financieren. Waar ze goedkoper konden financieren. De rentelasten namen sterk toe. Dat is ook sterk af. En dat is ook duidelijk te zien. Er is ook in de Groene Amsterdam een keer een artikel verschenen waarin dat beeld ook wordt geschetst. Dus er kwam daardoor ruimte in de exploitatie, wat overigens mogelijkheid gaf om de huurstijging te matigen. En dat is in de jaren na ongeveer 98 ook gebeurd. Ja. Er is altijd heel veel discussie geweest over van wie is dat corporatievermogen nu. Ja. Wat is uw mening daarover? Nou, juridisch gezien is het simpel. Het vermogen is van de stichtingen of de verenigingen. Maar het zijn wel private instellingen die in het publiek bestel werken. Dat is tot op de dag van vandaag niet veranderd. Dat betekent dat de bestemming van het vermogen van overheidswegen kan worden gereguleerd. Dat is ook altijd de bedoeling geweest. En het punt is eigenlijk volgens mij niet zozeer het eigendom van het vermogen, maar is het helder wat dan de taken zijn van een corporatie voorstaan? Dat is denk ik een belangrijke vraag. Dus de vraag naar de eigendom vindt u eigenlijk niet zo relevant. Begrijp ik dat goed? Ik vind dat eerlijk gezegd minder relevant. Ja. Ik heb in de jaren 90 heel veel lezingen gehouden. Daar heb ik ook gezegd dat vermogen gaat groeien. Ga goed nadenken wat er na 2000 gebeurt. Als de grote risico's eigenlijk van de brutering over zijn, dan gaat het vermogen nog verder stijgen. Wat wil je dan gaan doen? Moet je dan niet gaan denken aan meer sturingstechnieken om voor de bestemming van het vermogen? En ik heb eigenlijk altijd gepleit voor een soort parafiscaal stelsel waarmee behoudens dus het non-profit systeem er ook financiële stimulansen zijn om je geld goed te besteden. Dat heeft nooit veel weerklank gevonden. Ook in de Vromraad hebben we nog een advies daarover gemaakt. Wat ik eigenlijk ontzettend jammer vind. Kijk even naar de heer Mulder. Meneer Mulder, aanvulling. Ja, u zei dat bij de budgettering hadden de corporaties een groot eigen vermogen. Kunt u ook aangeven hoeveel het eigen vermogen ongeveer was? Dat is een examenvraag. ik heb dat niet exact voor ogen meer. Nee. Bij benadering? Ik denk zo'n 20 miljard gulden. Maar ik weet het niet zeker meer. Eerlijk gezegd, dat soort dingen zoek ik op als ik het direct nodig heb. Ja. Dank heren Mulder en Groot. Meneer Van der Schaar, onze enquêtecommissie die wil het functioneren van het coöperatiestelsel, met name van de afgelopen 20 jaar, ook leggen naast de meetlat van een aantal uitgangspunten voor goed bestuur. Zoals de doeltreffendheid, de doelmatigheid, legitimiteit en de controleerbaarheid. Nou, om met dat eerste punt te beginnen van die doeltreffendheid. Als we nou kijken naar de doeltreffendheid van het stelsel in de afgelopen 20 jaar.
Wat zou u dan zeggen, zijn de beoogde prestaties, worden die geleverd? Worden de effecten bereikt? Ik denk dat de, als ik het zo mag formuleren, de maatschappelijke baten van een corporatiestelsel heel hoog zijn. Een groot gedeelte van de doelgroep van beleid wordt in de corporatiesector gehuisvest. Het overgrote deel van de woningen die vrijkomen, wordt bestemd voor de doelgroep. De kwaliteit van de woningen die geboden wordt, is goed. De woningen zijn redelijk betaalbaar, hoewel dat onder druk kan komen te staan. De bewoners zijn redelijk tevreden over wat gebeurt. En de woningen staan in wijken die redelijk, hoewel er wel problemen zijn, leefbaar zijn. Dat kost de overheid, althans direct aan directe uitgaven, niks. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de verhuurdersheffing een dividenduitkering is aan de overheid op het non-profit vermogen. Dat is geen land, volgens mij, ter wereld waar het op deze manier zo doeltreffend is georganiseerd. Zijn de doelen ook duidelijk? Waar ik het net zei, van huisvesting van de doelgroep. Dat je ze een redelijke zekerheid in de woonsituatie kan bieden. Dat ze een zorgvuldige en behoorlijke behandeling krijgen. Dat de woningen bereikbaar en betaalbaar zijn. Dat zijn wel officiële doelstellingen die altijd wel hoog gehouden zijn. Maar dat is dan de kerntaak. Hetzelfde geldt wel, maar daar kan men over twisten en dat gebeurt ook. Ook in uw arena, over de vraag of woningcorporaties echt een directe verantwoordelijkheid hebben voor de leefbaarheid van wijken. Maar dat corporaties op grote schaal, zeker in de naoorlogse wijken waar ze massaal bezit hebben, fors hebben ingeïnvesteerd en zorgvuldig zijn geweest in het beheer, dat past zelfs in een kerntaakbenadering. Dus als ik tot de kerntaken mag beperken, vind ik, ik moet eerlijk zeggen, dan ben ik gewoon wel trots op wat er bereikt is. En misschien maak ik mij met deze uitspraak zeer kwetsbaar, omdat ik weet dat er ook verschillend over gedacht zijn. Er zijn ook schaduwkanten, dus daar gaan we het straks denk ik uitgebreid over hebben. De punt van duidelijkheid over wat corporaties moeten doen, daar heeft het erg aan ontbroken. Buiten wat aan de kerntaak wordt, tot de kerntaak wordt gerekend. Eigenlijk is er een al van meet af aan in het BBSH van 19, het besluit beheer sociale huursector, dat is de grondwet van de woningcorporaties, ja. Is bepaald dat corporaties bijna alles mogen doen wat samenhangt met bouwen, beheren en dergelijke en dienstverlening aan bewoners, voor zover dat met de verhuur samenhangt. Dat is een vrij brede definitie. Precies, als ik u dan nog eens vraag, zijn die doelen duidelijk? Ik vind dat waar het de kerntaak aangaat, het veel scherper had kunnen worden geformuleerd. Hè, maar dat is voor een deel wel in een van de prestatievelden. Maar dat de mogelijkheden om veel breder te gaan wel erg ruim zijn geboden. Zonder dat er een goede toetsingssystematiek was of corporaties dat terecht of ten onrechte deden. Goed. Een andere norm voor goed bestuur, zoals we die zien, is de doelmatigheid. Ja. Ook corporaties worden nu immer geacht een efficiënte bedrijfsvoering erop na te houden. Als we nu naar de afgelopen 20 jaar kijken, wat is uw mening dan over de doelmatigheid bij de corporaties? Ik denk dat we hier de zwakke kant van het stelsel hebben. De vraag is wat precies onder doelmatigheid wordt verstaan. De bedrijfsefficiëntie, daar heeft het lange tijd aan ontbroken. Ik denk niet in de fase direct na de verzelfstandiging. Dus als je het in periodes mag onderverdelen, denk ik dat vanaf 1990 tot ongeveer 1998, 1999 corporaties heel erg bezig waren om het eigen bedrijf op te bouwen, de interne sturing te verbeteren en dat er aan de efficiëntie, dat daar ook goed op gelet werd, want er was nog niet een overmaat aan middelen. Maar daarna, mede door de vermogenstijging, door de vrij grote mogelijkheden om uit kasstromen te financieren, denk ik dat de druk op efficiënt gedrag sterk is verminderd. Dus er komt bij dat er natuurlijk hele hoge verwachtingen waren van wat corporaties allemaal zouden moeten doen. Dus ze gingen ook taken verbreden en dan wordt het erg lastig om op efficiëntie te sturen. Dus daar is, maar de bekende zijn bekende zaken. Het is natuurlijk dat de bedrijfslasten, onderhoudslasten zijn gestegen. Salarissen zijn gestegen. Misschien belangrijker nog is dat men investeringen deed op grote schaal die riskant waren. En toen de markt omsloeg, er was eigenlijk te lage risicoperceptie.
En toen de markt omsloeg met de financiële crisis in 2007-2008, zijn corporaties nog doorgegaan, want ze moesten toch anticyclisch bouwen. En toen zijn veel te veel risico's genomen die uiteindelijk leiden tot een forse afboekingen. En verliesintering op dat non-profit vermogen. En dat gaat om hele grote bedragen, zei dat niet zo duidelijk is hoeveel dat was. Het is mij nog steeds niet helder wat nou de kosten van, laat ik zeggen, dat hoge risicoprofiel van de sector was. Ja. Maar dat gaat toch gauw om 500 miljoen tot een miljard per jaar, denk ik. Ja, ik kom zo nog even terug op die risico's. Als ik u nu de vraag stel van de redelijk sterke stijging van de bedrijfslasten de afgelopen 20 jaar, wat is nou daar nou de belangrijkste reden van? Nog even in het kader van de doelmatigheid. Ja, ik vind uw vraag zeer relevant, maar ik vind hem heel moeilijk te beantwoorden. Ja, dus ik probeer niet geen antwoord te geven. Een factor kan simpelweg zijn dat je binnen de bedrijven een soort familiecultuur had. Dat je elkaar niet al te zeer aansprak op prestaties. Dat je wel vond dat je nuttig werk deed en dus ook redelijk beloond. Het was een vrij zachte cultuur waarbij bovendien de salaris volgens de cao's bepaald niet heel bescheiden waren. Ja, dus dat men wat werd redelijk betaald, maar ik denk dat een tweede is dat je veel minder focus kreeg in je organisaties. En dat je dus ook minder kunt sturen op de verhouding tussen kosten en opbrengsten. En dat kwam natuurlijk ook omdat je in de praktijk, dus even nog losgedacht van wat de regelgeving was, dat in de praktijk toch een forse taakverbreding van de corporatie plaatsvond. Mm-hmm. En er waren natuurlijk ook heel veel hooggekwalificeerde medewerkers nodig om dat financieel beheer te doen, om die projectontwikkeling van de grond te krijgen. Dus daar probeerde je ook talent in uit de markt te halen. En datzelfde gold met directeuren. Dus wat er gebeurt is dat in de corporatiesector, daar hoort eigenlijk vanwege de taak en vanwege de onderlinge solidariteit een soort rentmeesterschap te zijn. Mm-hmm. Een soort stewardship, zoals dat in de Engelse literatuur wordt genoemd, of de Engelstalige literatuur. Terwijl er steeds meer de retoriek kwam, en dat geloof ik dat daar ook fout is gegaan, van ondernemerschap, waarbij natuurlijk ook de eigen prestaties van de directie en bestuur heel erg hoog werden gewaardeerd door de besturen zelf. Dus dat element is erin gekomen. Hoe is het nu gesteld met die bedrijfslasten? Hoe is het nu met die bedrijfslasten? Men is nu, er zijn recent publicaties in de kranten, dat er forse ontslagen zijn. Men is nu heel erg aan bezuinigen. Dat komt ook door de verhuurdersheffing die minister Blok heeft ingevoerd. Men is nu genoodzaakt om de tering naar de nering te zetten. Je zou kunnen zeggen dat is de beoogde en positief bijeffect van de verhuurdersheffing. In het algemeen gesproken is het zo dat een non-profit stelsel goed werkt in periodes van schaarste. In periodes van overvloed heb je veel meer disciplinering nodig. Er is een recent artikel van uw hand uit het tijdschrift voor de volkshuisvesting. En dat had een veelzeggende titel. Het wordt nooit meer zoals het was. Ja. U stelt daarin dat de corporatiesector, dat er een cultuur van risicomijdend gedrag nodig is. Ja. Impliceert dat ook dat u daarmee stelt dat het heeft ontbroken aan het risicomijdend gedrag? Ik denk het wel. Ik denk dat de corporaties overigens uit de beste bedoelingen veel risico hebben genomen in een stijgende markt. Ze konden daar overigens vrij laat instappen. Pas na 2002-2003. Daarvoor was dat lastiger, ook vanwege de Phoenix-operatie. Daar was hun positie niet sterk. Er werd ook van ze verwacht, de aandrang vanuit gemeenten, al was het alleen maar vanuit om de grond af te kunnen zetten, om te bouwen, was groot. En vergeet niet dat ook vanuit het parlement en vanuit de, ik spreek in de imperatief, maar dat is hier natuurlijk ongepast, maar vanuit het parlement, maar ook vanuit de administratie, dus het departement, enorme aandrang is uitgeoefend om te investeren. Er was een aparte directie, stad en regio. Er waren overal teams die rondzwierven in het land. En waar gekeken wordt of corporaties meer konden bouwen. Er werden regioconferenties georganiseerd. Waar alle partijen bij elkaar werden gezet om tot prestatieafspraken te komen. Om de terugvallende bouwproductie, zo na 2001-2002, de dotcom-crisis, om die te compenseren. En er is dus heel bewust en expliciet gestuurd op een hogere investering,
hoger productie en dus meer investeren en dus ook het nemen van risico's daarin. En iedereen vond dat zowel in de stedelijke vernieuwing als bij, noem het, Greenfield nieuwbouw, dat corporaties daar positie moesten nemen. En dat vermindert overigens de, ik bedoel dat niet als een excuus, je werkt in een omgeving die druk uitoefent, maar het vermindert natuurlijk niet je verantwoordelijkheid als directiebestuurder om te kijken of het risico wel past bij de organisatie die je leidt. Mm-hmm. Duidelijk. Zo'n cultuur van risicomijdend gedrag, is dat nu in het huidige stelsel goed mogelijk bij corporaties? Dat is in alle situaties mogelijk, als die cultuur wordt gehonoreerd, wordt geëerd. Door wie? Door ieder. Door de directeuren zelf die elkaar daarop aanspreken. Misschien door bewoners die de directeuren daarop aanspreken. Ik denk dat het ook iets is wat bijvoorbeeld door een koepelorganisatie, een brancheorganisatie, ontzettend belangrijk is om de cultuur die in de sector is bespreekbaar te maken en daarop actief te acteren, als ik het zo mag noemen. Hmm. Het punt is dat je in zo'n stelsel nooit de garanties hebt dat als je de taken heel breed formuleert, dat enkelen zich daaronder uitwerken. Dat is altijd een probleem. Ja. Als we kijken naar de legitimiteit, daar is nu heel veel discussie over. Ja. Hoe komt dat eigenlijk? Of dat we met z'n allen nu moeten praten over legitimiteit, dan wel een gebrek daaraan bij corporaties? Het verbaast mij ook ten dele dat die discussie zo is. Want als je kijkt wat corporaties op lokaal niveau doen, als je met wethouders praat, vraagt, dat heb ik met visitaties ook heel veel gedaan. Mm-hmm. Wat vind je nu wat de corporatie doet? Zijn ze eigenlijk ontzettend heel vaak tevreden over wat er uiteindelijk wordt gepresteerd? Al is de verhouding onderling soms wat ongemakkelijk, door de zeer langdurige aanwezigheid van personen bijvoorbeeld. Maar ook door het feit dat er betrekkelijk weinig directe sturingsmogelijkheden zijn op het corporatiegedrag. Maar in het algemeen is op gemeentelijk niveau, denk ik, de legitimiteitskwestie niet zo heel erg sterk aan de orde. Het is veel meer een discussie op rijksniveau, een discussie over het stelsel als geheel. En ik denk dat er heel veel verschillende elementen een rol in spelen. Dat is allereerst het grote ongemak. We hebben een stelsel gecreëerd, ik heb daar zelf aan meegewerkt, waarin buiten allemaal regels en toezicht weinig mogelijkheden zijn, buiten een soort communicatieve sturing, als ik dat ingewikkelde woord mag gebruiken, om het gedrag van de corporaties te beïnvloeden, bij te sturen. Het feit dat je groot vermogen hebt en dan via toezicht moet proberen daar te bereiken dat het geld goed wordt besteed, is geen effectieve vorm. En het is toch zo dat de politiek, de Tweede Kamer, ook een verantwoordelijkheid jegens de burgers heeft. Dat er een goede huisvesting moet komen. Dus daar ligt een heel groot gedeelte van het ongemak, als ik het zo mag noemen. Waarom ontlenen ze dan hun legitimiteit, de woningcorporaties? De woningcorporaties horen hun legitimiteit te ontlenen aan het feit dat ze goed presteren en dat ze dat ook doen in een kader wat door de overheid, laat ik zeggen dat ze dat doen met de opdrachten die de overheid hen heeft verschaft. Dat is wat legitimiteit verschaft. Mm-hmm. En het gekke is dat ze dat ook wel hebben gedaan, maar dat tegelijkertijd door, ik weet dat toch, aan een gebrek aan interventierepertoire, dat er tegelijkertijd een discussie is over dat ze het zo met weinig legitimiteit doen. Dan komt er een ander punt bij en dat is toch de taakverbreding. Wat is de positie van een directeur, een bestuurder of een raad van commissarissen om te beslissen bijvoorbeeld over het feit dat je inkomensafhankelijke huur van de huurders wil hebben? Wat is het de legitimiteit om inderdaad een schip te kopen en even later de kosten daarvan af te wentelen op het bedrijf? Wat bepaalt nu eigenlijk of de corporatiebestuurders een goede beslissing nemen? En ik denk dat dat te veel in het midden is gebleven en dat daardoor ook de besluitvorming binnen die corporatie niet vanzelfsprekend was en zeker niet vanzelfsprekend legitiem. Dus daar ligt een belangrijk knelpunt. En door verwijzen naar de toekomst denk ik ook dat daar gewoon iets moet gebeuren. Ja, dus het publiek belang en daarbinnen wat belangrijke aandachtsvelden zijn en ook maatschappelijke of bestuurlijke of politieke prioriteit. Mm-hmm. Dat moet helderder worden geformuleerd. En dat hebben we ook geprobeerd te formuleren in het advies van de commissie Hoekstra, waar toch ook gevraagd is
om een beleidskader te maken vanwege de Rijksoverheid. Mm-hmm. Wat ook wat niet een dwingend kader is, maar wat richtsnoer kan zijn voor bestuur en raden van commissaris om een afweging beter te structureren. Ja. Dat hebben we inderdaad tot ons genomen, dat rapport. Ik op dit punt even voldoende. Meneer Mulder, nog aanvullingen? Of, ja? Meneer Van der Schuil, u zei dat doelmatigheid het kwetsbare punt was in het corporatiestelsel. Welke prikkels zitten er nou in het stelsel om te zorgen dat corporaties wel doelmatig werken? Dat is het zwakke punt. En dat is, het is een, de grote afweging of je een non-profit stelsel wil en in welke omvang, is wat de balans moet zijn tussen doeltreffendheid, maatschappelijk nut en de bedrijfsefficiëntie. En het is, dat is, laat ik zeggen, in de verzorgingsstaat altijd een heel groot vraagstuk. Waar het gaat om prikkels in het stelsel, die kun je organiseren. Dat kan. Dat is de kwestie van disciplinering. Neem bijvoorbeeld de benchmarking. De heer Van Leeuwen, toen directeur van Edes, heeft al van meet af aan gezegd dat het nodig was een systeem van benchmarking te maken. De heer Vlak, die na me komt, heeft daar vorm aan geprobeerd te geven. Wat is nu de support in de sector geweest? Eigenlijk helemaal weinig. En pas heel erg laat, toen de problemen kwamen, werd er een, dat is in, eigenlijk een paar jaar geleden, is echt serieus met een benchmarking begonnen. Dat is de fout. En wat, waar dat, ik weet niet waarom dat zo lang heeft geduurd. Waarom instrumenten voor disciplinering in de sector, waarvan eigenlijk van meet af aan, en zeker ook door economen is gezegd dat ze moeten worden ontwikkeld, waarom het zo lang heeft geduurd dat ze feitelijk gingen werken. En daar ontbreekt het aan doorzettingsmacht. Ja, is dat de reden dat het zo lang heeft geduurd, ontbreken van doorzettingsmacht? Ja, ik vind dat de minister op een bepaald moment had moeten zeggen, alles goed en wel, jullie zijn zelfregulerende organisaties of zelfsturende organisaties. Maar ik accepteer niet dat jullie niet zichtbaar maken wat precies de kosten zijn voor jullie gedrag, waar de verhouding ligt tussen kosten en baten, dat je transparanter bent en dat je ook, waar het gaat om het bedrijfsvoering, je verantwoord. Er is in de sector heel erg lang dat adagium hoog gehouden dat het verantwoordelijkheid was voor de besturen en van de Raad van Commissarissen en dus niet de verantwoordelijkheid voor de overheid. En dat was de zelfregulering. En ik geloof dat dat te lang is volgehouden. Kun je zeggen dat, je hebt geen democratische druk, want ze zijn zelfstandig, en er is ook eigenlijk geen druk van de markt. En ze zitten er eigenlijk tussenin. Verklaart dat misschien ook niet een deel van het gebrek aan doelmatigheidsdenken? We hebben... zou de markt in 2002 tot 2008 hebben gedisciplineerd, waar het eigenlijk alleen maar ging om het strijd om het surplus vanwege de enorme stijging van de koopprijzen? Werkte die markt eens disciplinerend? Naar mijn stellige overtuiging niet. En in die situatie moet je juist andere instrumenten hebben. Want tot slot, we hadden het over de risicomijdende cultuur. U zei de brancheorganisatie zou daar een rol moeten hebben. Ja. Heeft die brancheorganisatie die rol waargemaakt? Ik moet zeggen dat ik bewondering heb voor het optreden van de heer Calon. En dat hij heel hard bezig is om daar aan te werken. Misschien had ik het helemaal niet hoeven te zeggen. Ik bedoel, dat hoort dat niet in de parlementaire enquête. En de periode voor de heer Calon? Ik vind dat in die periode daarvoor Edes toch een beetje het karakter heeft gehad van een vereniging van directeuren. Dank. Meneer Mulder, u vervolgt meteen met de volgende vragen. Ja, dank voorzitter. Ja, de aanleiding voor deze enquête is gelegen in een aantal geruchtmakende incidenten. En de commissie onderzoekt op welke wijze deze incidenten samenhangen met het stelsel. En een belangrijk kenmerk van het corporatiestelsel is het hybride karakter van de corporaties. Hè? Ik zei het net al, tussen markt en overheid in. En in een interview met het tijdschrift Edes Magazine in 2012 zegt u daar iets over. De huidige plek van corporaties tussen markt en staat vindt u nog steeds ingenieus, dat daar de kracht van het stelsel ligt. U geeft aan geen voorstander te zijn van pure publieke sturing door de staat of vermarkting van de sociale verhuur. Kunt u dat nog toelichten? De belangrijke reden voor verzelfstandiging voor een hybride organisatie is dat als je er een overheidsorganisatie van maakt, dan de differentiatie in het aanbod veel lastiger is. Dat je het toesnijden van woningen
op lokale omstandigheden ook lastiger is. Dan werk je vaak met een uniforme woningaanbod en een woningvoorziening. Mm-hmm. En dat is dus het mogelijk om op deze manier huurders goed te bedienen. Mm-hmm. Maar het gaat om de markt. Het gaat om een doelgroep, hij is nog wel vrij breed, hè, 40% van het aantal huishoudens. Mm-hmm. Maar in die doelgroep zitten heel veel mensen die niet zekerheid kunnen geven over hun toekomstig inkomen, die erg afhankelijk zijn van uitkeringen of van zorg. Dat zijn dan de bijzondere doelgroepen. En ik geloof niet dat die groep echt goed bediend zal worden als het volstrekt vermarkt zou worden. Mm-hmm. Dus je houdt de noodzaak voor arrangementen die of in de markt werken, maar daar dan een correctie op bieden, mm-hmm. of daar min of meer aanvullend op zijn. En ik vind het stelsel wat we hebben, vind ik ingenieus, omdat het met alle kwetsbaarheden, mm-hmm. Die mij ook tot een soort heroriëntatie aanleiding geven. Mm-hmm. Maar met alle kwetsbaarheden die er zijn, ik vind het ingenieus omdat je door de winst die je maakt op de woningexploitatie in het bedrijf zelf te houden, kunt volstaan met een gematigd rendement op je eigen vermogen. Mm-hmm. Ik vind het ingenieus omdat de garantiestructuur die er is mogelijk maakt om tegen redelijk gunstige voorwaarden toegang te krijgen tot de kapitaal, maar terwijl dat normaal niet het geval zou zijn, omdat je voor toch een, althans op onderdelen, een riskante doelgroep financiert. Dan zou je met veel hogere rentes en risicomarges gaan werken als financiële instelling. En die twee bij elkaar geven de mogelijkheid om enerzijds de woonlasten te matigen en daarmee je doel te bereiken, tegelijkertijd een investeringshefboom te creëren waar je het bezit in stand kunt houden. Ik vind dat een prachtige constructie. Helder. Maakt er wel een paar kanttekeningen bij. Want u zegt dat deze positie ook zwakke kanten heeft en dat er bijvoorbeeld een afbakening van het werkgebied niet kan worden gemist en er voortdurend voor dijkbewaking moet worden gezorgd. Ja. Wat zijn nu, u heeft daar eigenlijk al een beetje aan getipt, de afgelopen, wat is nou het probleem met de afbakening van het werkgebied naar uw idee de afgelopen jaren? Dat is vrij breed geweest. En ik weet niet, maar dat gaat u ongetwijfeld onderzoeken, mm-hmm. of de urgenties die er zijn gehanteerd, of die zijn gehandhaafd. Mm-hmm. Dus in de praktijk is het een vrij breed werkterrein waarbij bovendien heel veel directeuren of bestuurders van corporaties de grenzen opzochten. Ja. Dat vind ik niet goed. Ja. En welke afbakening zou u dan het liefst zien? Eerlijk gezegd vind ik een afbakening met een redelijk grotere doelgroep. Hè, van of je nou op 34.000 zet, op 38.000. Mm-hmm. Dat is de inkomensgrens. Hè? Dat is de inkomensgrens. Mm-hmm. En dat je het ook naar een voorraad afbakent. En dat mm-hmm. is nu de liberalisatiegrens. Mm-hmm. Dan heb je een groot bereik en tegelijkertijd heb je een beperking. En dat vind ik wel voldoende. Mm-hmm. En wat mij ook geleerd heeft, dat, laat ik zeggen, gebeurt dat risico's die er worden genomen in de projectontwikkeling uiteindelijk ook ten koste gaan van de mm-hmm. Non-profit vermogen, althans kunnen gaan, mm-hmm. want het extra verdienen daarvoor is heel beperkt geweest, dat je dat in de toekomst moet voorkomen. Want ongetwijfeld over 5 tot 10 jaar krijgen we weer een hoos op de koopmarkt en dan krijg je weer het gedrag dat corporaties vinden dat ze ook bijvoorbeeld in de koopsector grote schaal moeten gaan bouwen. Je moet dus nu maatregelen nemen dat niet meer gaat gebeuren. En dan vind ik het ook goed dat er een vrij harde grens komt. Dan hebben we het over de doelgroep, we hebben het ook over de taken, bijvoorbeeld leefbaarheid. Vindt u daar ook iets van? Een taak van de corporatie, ja, leefbaarheid. Ja. Ik vind wel dat het taak van de corporatie is, maar in samenwerking met anderen, die vaak daar het initiatief en de uitvoering in handen moeten hebben, om bij te dragen aan een woonomgeving die schoon, heel en veilig is. Mm-hmm. Je wil je huurders ook een redelijke zekerheid geven dat als de kinderen naar school gaan, dat mm-hmm. ze dat ongehinderd kunnen. Dat is toch ook een belang van corporaties. Mm-hmm. Niet alleen belang, ik vind dat een opdracht. Mm-hmm. Want waarom verhuur je er? Dat is toch ook dat je de gezinnen zich verder goed kunnen ontplooien binnen zo'n setting. En dus ik vind wel dat ze daar verantwoordelijkheid voor hebben, maar dat betekent niet dat je alles moet doen. Het is net zoals met wonen en zorg. Corporaties kunnen mm-hmm. een heel belangrijke rol spelen in een soort regiefunctie, in het organiseren dat dingen er komen zonder dat ze daar zelf uitvoerende taak in hebben. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld welzijnsdiensten.
Met de verandering, of voor zorg, dat heb ik net gezegd. Met de verandering binnen de gemeente waar het zorgdomein aanzienlijk gaat verruimen, krijg je natuurlijk al veel intensievere samenwerking tussen gemeenten en corporaties. Dat noodzaakt wel tot een zekere afbakening, maar de stelling dat je helemaal niets aan leefbaarheid zou moeten doen, zou ik ontzettend betreuren. Maar de vraag is dan, waar trek je dan precies de grens, gegeven het feit dat leefbaarheid een heel breed begrip is? Nou, ik vind dat in de regelgeving, ik heb nog ter voorbereiding van de enquête alle stukken gelezen, waarvoor overigens dank. Dat is leerzaam. Maar als ik terugkijk naar wat er in 1995 door staatssecretaris Tommel over leefbaarheid is geschreven. Er werd uitdrukkelijk gezegd, dat is in de brief die in 1995 aan de Kamer is gestuurd, de trendbrief. Mm-hmm. Toen werd de aandacht gevraagd voor leefbaarheid en voor ouderenhuisvesting. Mm-hmm. Daar staat, dat gaat er niet om dat jullie corporatie op grootschaal dure woningen bouwen, maar wel dat je meewerkt aan de programma's van de gemeente, mm-hmm, om tot een differentiatie van het aanbod te komen. Het gaat er niet om dat je alles zelf doet. En leefbaarheid maatregelen moeten ook alleen maar plaatsvinden voor zover dat direct te relateren is aan het bezit van de corporatie. Mm-hmm. Er is eigenlijk sindsdien in alle circulaires gezegd dat je wel iets aan leefbaarheid mag doen, maar niet als je daar geen vastgoed hebt. Nee. En dat is natuurlijk in de praktijk vrij losgelaten. Dus er moet een noodzakelijk, oorzakelijk verband bestaan, zoals dat in de, mm-hmm, geloof in de circulaire staat, tussen de leefbaarheidsmaatregelen en wat je de huurders als verhuurder wil bieden. Je noemde al staatssecretaris Tommel, die heeft inderdaad leefbaarheid opgenomen in wat we noemen BBSA. Ja. Je weet vast ook, als hij de stuk heeft gelezen, dat er heel veel kritiek op was van de Raad van State. Van, doe dat nou niet, want dat begrip is zo vaag, je weet niet precies waar je de grens trekt. Ja, ik heb die stukken van de Raad van State, die heb ik niet gelezen. Mm-hmm. Althans, die staan me niet bij. Maar mij viel op dat er al van meet af aan geprobeerd is om die leefbaarheidsactiviteiten niet uit te laten dijen. En in de praktijk, als van aan directe leefbaarheid, wordt er ook niet zo vreselijk veel uitgegeven. Dat is een enkele procent, of misschien 2% van de totale begroting. Dus het is het zit veel meer in dat men met het motief van leefbaarheid branchevreemde elementen in de activiteiten brengt. Ja. Als je op grond van leefbaarheid een campus gaat organiseren of een boot, zo, dat is dat een misbruik van argumentatie of van dus, ja, ik denk dat ze daar de komende week nog wel opkomen op de campus en, ja, en de boot. U had het ook over dijkbewaking. Ik neem aan dat u bedoelt het toezicht. Ja. Is het interne toezicht bij de woningcorporaties nou goed georganiseerd? Het is nooit perfect, maar wat ik zie is dat mensen echt met veel verantwoordelijkheidsgevoel proberen op de corporatie toezicht te houden. Ik vind het een moeilijke taak. Mm-hmm. Ik ben ook toezichthouder bij een corporatie. Mm-hmm. Het is niet zo moeilijk als je bepaalt tot kerntaken, maar op het moment dat het uitwaaiert, heb je eigenlijk geen instrumenten om voor een goede beoordeling. Mm-hmm. En op het moment dat bijvoorbeeld er geen bedrijfsvergelijking is in de kosten, mm-hmm, kun je ook ontzettend slecht toezien op de efficiëntie in de bedrijfsvoering. Mm-hmm. Dus ik vind wel dat toezichthouders ook instrumenten in handen moeten hebben. En die zijn in ontwikkeling. Ik hoop dat dat echt gaat werken. En als dat zo is, dan geloof ik wel dat het kan. Als je zegt, die zijn in ontwikkeling, betekent dat ze er nu niet zijn? Nou ja, ze zijn er ook. Visitatie heb je natuurlijk. Mm-hmm. Bij de visitatie wordt ook de Raad van Toezicht mm-hmm, aangesproken. Wordt ook het functioneren ervan bekeken. De benchmark is nu in ontwikkeling. Daar dacht mm-hmm ik in het bijzonder aan. Mm-hmm. Dus de toezichtstaak wordt gecompliceerder en de risico's nemen toe naarmate de taken waar de corporatie, of de verwachtingen waar de corporatie moet voldoen, complexer en hoger zijn. Is toezichthouder dan niet bijna onmogelijk? Als je breed bent en je hebt geen normen, ja, als je geen normen hebt, kun je niet toetsen of aan die normen wordt voldaan. Ja, je kunt niet zeggen dat er geen normen zijn. Iedereen die toezichthouder wordt van de sociale huursector weet dat het gaat om huisvesting van mensen met niet al te hoog inkomen. Weet dat het gaat om beheer van geld, om een soort rentmeesterschap. En dat idee, dat zit er denk ik bij heel veel toezichthouders wel in. Dat is dus eigenlijk meer een cultuurkwestie dan hele concrete normen. Maar ik vind wel dat ze zeer geholpen zouden worden als die normen worden geëxpliciteerd.
We hebben het interne toezicht genoemd. En er is ook nog extern toezicht van het ministerie. Ja. Van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. En ook van het Waarborgfonds Sociale Woningen. Ja. Niet echt een toezichthouder, of misschien wel. Hoe is dat externe toezicht georganiseerd? Is dat goed georganiseerd? We hebben daar een rapport over geschreven. Mm-hmm. Ja? Als ik vrijuit mag spreken, wat u natuurlijk van mij verlangt. Mm-hmm. Ik heb, naarmate het zich verder ontwikkelt, in toenemende mate het gevoel dat het een soort fragmentatiebom is. Hoe bedoelt u? Het WSW is inderdaad geen toezichthouder. Mm-hmm. Heeft in de toezichtketen toch een hele belangrijke functie. Mm-hmm. En heeft ook publiek belangen, namelijk de achtervang te borgen. Je hebt een volkshuisvestelijk toezichthouder. Mm-hmm. Die wordt nu ergens in de inspectie gezet. Je hebt een toezichthouder van de minister. Maar dan vooral financieel toezicht. Direct onder zijn verantwoordelijkheid. Dan heb je een instituut voor benchmarking. Dan heb je een visitatieinstituut. Het zijn er al vijf. Mm-hmm. En wie spreekt nu de corporatie aan? Waar liggen nu de verantwoordelijkheden? Mm-hmm. En ik vind het lastig om dit zelfs te kunnen beoordelen op de effectiviteit van de toezichtsketen. Dat is nogal wat, hè? Ik zeg, ik wil niemand beschuldigen of zo, of zeggen dat het fout doet, maar... Het zou zo eenvoudiger kunnen wezen als je gewoon één toezichthouder hebt. Mm-hmm. En dan zeg ik iets anders dan direct door de commissie Hoekstra is geformuleerd. Mm-hmm. Maar dat komt omdat we met de commissie Hoekstra uitgegaan zijn van de herzieningswet. Mm-hmm. En daar lag een tweedeling tussen het volkshuisvestelijk toezicht en het financiële toezicht. En onze benadering was een soort no-regret benadering waar we... eigenlijk ons hebben gefocust op maatregelen die je snel zou kunnen nemen, zodat er in ieder geval de zekerheid is dat er goed toezicht werd gehouden. En dan kom je uit op de aanbevelingen die we hebben gedaan. Op zich vind ik, als je in staat bent om het Rijksbeleidskader goed te formuleren, mm-hmm. dat er best een samenhang mag zijn tussen het financiële en het volkshuisvestelijk toezicht. Als het financiële toezicht goed en slagvaardig is, zal het toch ook in rekening moeten houden met de vraag of de activiteiten die de corporaties ondernemen passen binnen de taken die corporatie heeft. En of als dan die invulling plaatsvindt van wat de corporatie wil doen in het licht van die taken, of dan de besteding van het vermogen goed te verdedigen is of niet. Dus er zit ook altijd in het financiële toezicht een inhoudelijke component. Dat heeft het Centraal Fonds ook vrij systematisch vormgegeven. En, wat er nu gebeurt, ik vind het wel moedig dat minister Blok zegt, ik wil bijna persoonlijk verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de corporaties. Dat hij dat financiële toezicht direct onder zijn bewind plaatst. Om daarop te kunnen sturen, ook gelet op de incidenten, kan ik me nog wel voorstellen. Maar dat dan het volkshuisvestelijk toezicht ergens anders terechtkomt. En bijna geaborteerd van het beleid. Dat het de WSW een eigenstandige toezichtshoudende taak bijna krijgt, inclusief de sanering. Dan weet ik niet meer precies hoe dat allemaal gaat werken. Dus ik zou toch nog, als ik daar zelf over zou mogen beslissen, maar dat mag ik niet. Het is ook helemaal mijn taak niet. zou ik overwegen om daar toch nog eens naar de architectuur van het toezicht te kijken. Ter afsluiting van dit vragenblok... hebben we nog één vraag. Zijn nou de geruchtmakende incidenten die het nieuws hebben gehaald de afgelopen tijd, zijn die nou het topje van de ijsberg? Dat weet ik niet. Je moet veronderstellen dat dat niet het topje van de ijsberg is. Er zijn heel veel corporaties die risico hebben genomen. En je kunt ook kijken naar de afboekingen die zijn gedaan. Mm-hmm. Dus er is meer aan de hand dan alleen de incidenten. Maar hoe ver dat gaat, het lijkt me heel erg nuttig om dat scherp te krijgen. Mm-hmm. Ik heb niet de mogelijkheid om dat goed met de informatie die ik heb te beoordelen. En het is natuurlijk ook zo dat heel veel zaken, als het ware, worden afgedaan in een voortraject waar de toezichthouder mm-hmm. met de corporatie in overleg is. En daar heb ik nooit goed zicht op gehad. Dus er is natuurlijk veel aan de hand, er is veel correctie. En
zijn dingen die door de mazen van het web glippen en die dan opeens op kunnen poppen en vreselijke impact kunnen krijgen. Dus als ik uw woorden samenvat, zegt u dat u het vermoeden heeft dat dit het topje is van de ijsberg? Dat er meer is dan alleen een topje. Ja. En is dat dan het gevolg? Zijn die incidenten, staan die dan op zichzelf? Of hangen die samen met eventuele weeffouten in het stelsel? Nou, waar we het over hebben gehad. Ik denk dat dat al, maar ik wil het dan wel herhalen, voldoende besproken is. Ik denk dat het nodig is om de begrenzingen duidelijk te maken en scherper te formuleren wat publiek belang is. En daarmee iedereen te helpen. En dat ook de handhaving daarvan een groter gewicht krijgt. Niet door enorm veel gedetailleerd toezicht te houden, maar door effectief toezicht. En ik zou het helemaal niet erg vinden als gekeken werd of corporaties ook wat meer onder concurrentie kunnen worden geplaatst. Dus dan hebben we het over marktwerking misschien wel binnen het sociale segment. Mm-hmm. Er zijn in het buitenland heel veel pogingen gedaan om een vorm van affordable housing tot stand te brengen. Oskam zal u straks vragen over de toekomst en dan kunt u dit even zeggen. Dus dit komt ook nog aan bod, de toekomst, zo dadelijk. Kijk even naar collega Groot. Ja, het is ook meneer Groot straks, hoor. Ja, misschien nog even een puntje op de i. U had het over het eigen fragmentatiebom. En dat minister Blok toch wel heel moedig is dat hij zich persoonlijk verantwoordelijk wil maken. Maar zegt u nou eigenlijk dat uw sterke voorkeur heeft toch een onafhankelijke toezichtsautoriteit die ook het volkshuisvestelijk toezicht voor een groot deel naar zich toe komt ekken? Hoor ik u dat goed zeggen? Laat ik zeggen dat ik dat nog steeds een overweging waard vind. Ja, dus ik wil niet, nadat we dat rapport hebben uitgebracht van de commissie Hoekstra, kritiek uitoefenen. Ik vind dat ongepast op wat minister Blok doet. Gewoon naar uw deskundige mening. Ja, als u mij even losmaakt van de commissie Hoekstra. Ja. Ik ben wel voor een onafhankelijk toezicht waarbij het mandaat van de toezichthouder bij wet is vastgelegd. En dat vind ik een belangrijke gegeven om de professionaliteit van het toezicht te borgen. De daadkrachtsnelheid van interventie. Dus je moet op eigen gezag kunnen werken. En een ander element wat mij in mijn nadenken daarover een rol speelt, is dat de toezichthouder ook een vertrouwenspositie heeft of hoort te hebben naar de toezichthoudende organen intern. Die relatie tussen die twee moet eigenlijk veel meer uitgebouwd worden. Toezichthouders kunnen enorm worden geholpen intern als ze weten wat de overwegingen zijn van de externe toezichthouder. De interne toezichthouder kan veel meer signalen van misschien moet je hier eens op gaan letten, kun je ons helpen, naar de externe toezichthouder zenden. En die vertrouwensrelatie, ik ben bang dat als je een toezichtsorganisatie plaatst onder de directe ministeriële verantwoordelijkheid zonder een heldere wettelijke kader en dus ook zonder een voor langere termijn geldende mandatering, dat dan er een gevaar gaat ontstaan dat die relatie niet goed gaat werken. En dat is het eigenlijk. Ja, dank. De heer Mulder, u vervolgt. Ja, de afgelopen 20 jaar zijn er verschillende voorstellen gedaan om het corporatiestelsel aan te passen. Dat is vaak niet gelukt. Hè. Nieuwe wetgeving heeft bijna nooit het staatsblad gehaald. Hoe komt dat volgens u? Complexe zaak. Maar goed, ik zal proberen het simpel te houden. Dat komt door dat er een enorme politieke bestuurlijke instabiliteit was. Mm-hmm. De wisseling in bewindslieden. Echt geen heldere politieke consensus over wat met de corporatie moest gebeuren. Mm-hmm. Eigenlijk steeds weer in een nieuwe context het zoeken naar een opnieuw evenwicht en daardoor steeds weer andere opvattingen. Er zat geen continuïteit in, dat is één. Een andere factor, misschien doe ik een zware uitspraak, maar misschien laat deze beleidsstagnatie, als ik het zo mag worden, zien dat dat een bijna corporatistisch stelsel niet goed werkt, omdat iedereen elkaar in de houtgreep houdt.
En ik vind wel dat dat gebeurd is tot vanaf 98 tot de komst van der Laan. Waar steeds een discussie over is geweest, in hoeverre is de vraag in hoeverre toezicht publiekrechtelijk moest worden ingebed en genormeerd. En van de kant van EDES wees ze overheidstoezicht niet af, maar de beruchte uitspraak of beroemde uitspraak van de heer Van Leeuwen was dat het BBSH moest worden teruggebracht tot 1 A4'tje. En er was een hele sterke aandrang om heel veel in eigen kring te regelen. En eigenlijk kun je heel veel discussies, dus dat is eigenlijk zelfregulering. De woonmaatschappij, met een hele brede taak met horizontale verankering, die dan de legitimiteit moest verschaffen. En een ministerie dat alleen maar een ketenverantwoordelijkheid had, maar geen inhoudelijke verantwoordelijkheid. En die slechts bij volstrekte wanprestaties zou mogen ingrijpen. Waarbij de sector zelf, door coders, door een vorm van tuchtrecht, door instrumenten als visitatie en benchmarking, tot de nodige disciplinering zou moeten zou moeten brengen. En er zijn, ik heb dat zelf in verschillende geschriften, de rapportenparade genoemd. Vanaf 95 niet te geloven hoeveel de rapporten. Ja, ik geloof dat u nog bescheiden bent. Kom niet hoog. geschreven, waar steeds een wisselende balans was van wat is nou de verantwoordelijkheid van de minister en wat zou je moeten overlaten aan de sector. En uiteindelijk denk ik dat er gewoon, en dat Van der Laan heeft dat gezegd, en dat valt op zeer te prijzen, dat gewoon de situatie doodsimpel is. De corporatie staat onder het gezag van de minister. Het is een ministeriële verantwoordelijkheid, de corporatiesector. Het is ook een instrument van woonbeleid van de Rijksoverheid, met natuurlijk mandatering van taken aan de gemeente. Het toezicht is altijd proportioneel en je kunt minder toezicht houden als de correctiemechanismes in het veld beter werken. Maar dan is zelfregulering in de schaduw van de hiërarchie. Dat vind ik zelf een mooie formulering. Zo kan het werken. Maar dit buiten kijf te staan, dat de minister gewoon ruime mogelijkheden heeft voor interventie. Doorzettersmacht. Ja. Dus u zei in het begin dat men elkaar in de houtgreep hield. Wie hield elkaar in de houtgreep? Ik denk toch het ministerie en de sociale huursector of de koepelorganisatie daarvan. En politieke partijen, politieke fracties? Die houtgreep had dus betrekking op de verhouding tussen sector en beleid, ministerie. Het feit dat er, ik weet ook niet of ik dat moet zeggen, maar of de politiek elkaar in de houtgreep hield. Er zijn natuurlijk grote kwesties geweest die niet werden opgelost. Denk ook aan de hypotheekrenteaftrek. En er was ook een zekere, in mijn beleving, maar dat is dan pure subjectieve beleving, een stagnatie in beleid. Ja. En ik heb dat zelf ook, op een bepaald moment werd ik er heel erg moe van. En was die zelfregulering, was dat nou doelbewust gekozen? Of ontstond dat omdat er stagnatie was in beleid en dan werd het maar zelfregulering? Ik zou zeggen dat er stagnatie in beleid was en daardoor ook geen goede zelfregulering. Beide. Ja. Oké. U zei al, hè, veel verschillende bewindslieden zijn verantwoordelijk geweest voor de corporatiesector. Het zijn er inmiddels 12 sinds die periode dat wij onderzoeken. Kunt u eens een typering geven van een aantal bewindspersonen en hun beleid? Bijvoorbeeld staatssecretaris Tommel, minister Remkes, minister Dekker, minister Vogelaar. Wat was nou de hoe zou je hun beleid kunnen typeren, zo door de jaren heen? Ja, want ik hoop dat u mij toestaat dat ik geen typering over personen geef. Nee, over het beleid van die personen bedoel ik. Ik denk dat Tommel in eerste instantie degene is geweest die de grondslag die Heerma had gelegd heeft bestendigd. Aan het einde van zijn regeringsperiode heeft hij geprobeerd om de agenda voor beleid te verbreden. Hij heeft ook de aanzet gegeven voor, laat ik zeggen, de stedelijke vernieuwing, die in 97 geloof ik
meer aandacht kreeg. Er zijn meer maatregelen voorgenomen. Dus hij is degene geweest die gezocht heeft, denk ik, naar een bredere beleidsagenda na de sanering van Heerma. Mm-hmm. Dat vond ik zelf te prijzen, want eigenlijk kun je zeggen dat met de eigenlijk totale afschaffing van de subsidiering het beleid ook wel een beetje over de schutting was gegooid. Mm-hmm. De heer Remkes is voor mij een man die aan de ene kant streng liberaal was en de andere een buitengewoon soepel bestuurder. Die combinatie komt misschien wel vaker voor. Hij heeft een nota geschreven waar tot mijn verbazing de taakverbreding hoog in het vaandel stond. Mm-hmm. En hij heeft geprobeerd om die te complementeren met een bestuurlijk mechanisme. Er is een rijksbeleidskader, de provincie maakt een eigen beleidsvisie, de gemeente en corporaties moeten zich daarin voegen. Dus dat is een vorm van bestuurlijke coördinatie die bijna hetzelfde was als destijds in de planwet verkeer en vervoer. Mm-hmm. En dat heb ik een hele bijzondere combinatie gevonden. Het was aan de ene kant vrijheid, tegelijkertijd binnen die vrijheid een sterkere nadruk op het politiek primaat. Mm-hmm. En openbaar bestuur. Het was ook weer opbouw in de zekere zin van een beleidssector. Mm-hmm. En tegelijkertijd heeft hij naar buiten toe een vrij provocerende, uitdagende houding aangenomen naar de corporaties van: als ze nu niet zouden bestaan, zou ik ze ook nooit uitvinden. Hij heeft natuurlijk ook het MDW-traject gestart. Mm-hmm. Wat een van zijn belangrijkste beleidsdaden is geweest, denk ik. En daarna kwam minister Dekker. Daartussen zat trouwens nog minister Kamp. Minister Kamp was buitengewoon daadkrachtig. Mm-hmm. We hebben destijds vanuit de Vromraad een advies geschreven over herverdeling, of beter gezegd een afroming van vermogen, het herbestemmen daarvan via, hoopten we, een slim mechanisme voor de stedelijke vernieuwing, een investeringsfonds stedelijke vernieuwing. Daarover hebben we met hem gesproken. En dit soort elementen zijn naar mijn gevoel jammer genoeg niet doorgegaan. Hij stond wel open voor en hij was ook heel rechtstreeks en rechtlijnig in zijn reacties. Bijvoorbeeld in het kader van de woonzorgaffaire heeft hij ook buitengewoon helder geacteerd. Maar goed. Okay. Toen kwam minister Dekker. Hoe zou u haar beleid willen typeren? Ik denk het belangrijkste wat ze heeft gedaan is de herziening van het ruimtelijk beleid. Mm-hmm. Dat ze meer vrijheidsgraden erin wilde brengen en minder sturing van bovenaf. Dus meer zelfregulering? Meer dat initiatieven op lokaal niveau kunnen worden gevoegd in een ruimtelijke ontwikkeling. Wat betreft de volkshuisvesting heeft ze poging gedaan die de huurprijsregulering te liberaliseren, maar dat is uiteindelijk in een moeras geëindigd van steeds ingewikkelder wordende regelgeving, waarmee ook wordt aangetoond als je hele scherpe grenzen stelt, dat ook weer allemaal tegenreactie oproept. En dat is uiteindelijk die management van de hele besluitvorming daarover is duidelijk heel erg moeilijk gebleken. Mm-hmm. Ze heeft het niet kunnen doorzetten omdat ze vroeg moest aftreden. Wat de corporaties betreft heeft ze, denk ik, het sociaal ondernemerschap heel erg hoog gedragen. Dat ze dat belangrijk vond. Mm-hmm. En ik moet ook zeggen, de nota die zij in 2005, in december 2005 over de corporatiesector heeft geschreven, vond ik een voortreffelijke nota. Vond ik ongelooflijk goed. Mm-hmm. Oké. Een korte periode minister Winsemius. Wat heeft die gedaan met de corporatie? Dat is de man van de impuls. Mm-hmm. Jongens worden wakker. Mm-hmm. Dat was het. Wakker in de zin van? Jullie staan onder druk in de publieke opinie. Mm-hmm. Mobiliseer jezelf. Zorg dat je duidelijk maakt wat je goed kunt. Mm-hmm. Laat dat zien. Mm-hmm. Dat is ook wat de corporatiesector daarna heeft geprobeerd, maar wat met eindeloze discussie gepaard is gegaan. Dat was het antwoord aan de samenleving, hè? Investeren in wijken, dat is onder Winsemius. Ja. De minister Vogelaar? Dat is mevrouw van de stedelijke vernieuwing. Mm-hmm. Ze was veel in de wijken. Ja. En daar was ze ontzettend mee begaan. Daar heeft ze denk ik ook veel sympathie mee gekregen. Ja. Ze heeft minder, naar mijn gevoel, maar ze was ook
gehinderd door het beleid van Bos. Met de vennootschapsbelasting. Ze heeft een heffingen. Ze heeft minder ruimte gekregen om structureel aan de sector wat te doen. Ja. Toen kwam minister Van der Laan, ik noemde hem al. Was dat een soort trendbreuk, begreep ik uit uw woorden? Nou, minister Van der Laan heeft eigenlijk in een hele korte periode gezegd wat hier in de sector gebeurt, dat kan niet. Mm-hmm. Heeft de integriteitskwestie op de agenda gezet en heeft dat op een knappe manier ook geïnstrumenteerd. Met meldpunt, dat heeft voortreffelijk gewerkt. Hij heeft ook duidelijk gemaakt dat het overleg met de sector geen overleg is op gelijk niveau. Ik bepaal en de afspraken die de heer Van Leeuwen gedacht had te hebben gemaakt, golden niet. Hij heeft dus een gezag laten gelden. En zo hoort het ook. En heeft eigenlijk in een korte tijdspanne veel meer vanuit een publiek belang en een publieke sturing de herzieningswet opgetuigd en tot de Raad van State gebracht. En daar was een heel opvallend element in dat hij een aandeelhouderschap van de gemeente in de corporatie wilde. Zover ging dat. Dus ook nog een gedachte om te overwegen. Dank. En de periode daarna? Met de ministers Van Middelkoop, heel kort. En vooral ministers Donner en Spies. Ja, dat is toch een periode waar wel werd gewerkt aan de afbakening van de sociale huursector. Aan de verdere doorzetting van de herzieningswet. Ook ingewikkelde kwesties van alle schandalen die moesten worden gepareerd. En vergeet niet natuurlijk Vestia, wat gigantisch veel bestuurlijke energie heeft gevergd. Ik denk dat dat alle energie heeft weggetrokken. Waarbij natuurlijk wel gevraagd is, zijn er dan langere termijn perspectief waar je op kunt richten. De commissie Hoekstra was daar ook. Ik denk ook wel dat er aanzetten zijn gegeven voor het meer breder nadenken over hoe toezicht moet worden vormgegeven. Maar daar heb ik zelf nooit de resultaten van gezien. Zou je kunnen zeggen dat eigenlijk bijna geen enkele bewindspersoon zijn werk kon afmaken? Maar daar komt het eigenlijk wel op neer. En daardoor krijg je ook steeds wisselende perspectieven. Waar moet je als sector nu op richten? Wat is waar je als corporatie, wat je vindt dat je moet doen, gelet op de prioriteiten die er in Den Haag zijn? Ja. We kijken als enquêtecommissie ook naar de rol van de Tweede Kamer. Wat valt u op door uw ogen aan het optreden van de Tweede Kamer ten aanzien van het corporatiestelsel? Het eerste wat mij opvalt is dat er wel pogingen zijn gedaan om tot een gemeenschappelijk beeld te komen. Dan denk ik met name aan het onderzoek wat de Tweede Kamer heeft gedaan in 2004, wat uiteindelijk er niet toe leidde. Het zogeheten Riegel-onderzoek. Ja, daar ben ik overigens niet bij betrokken geweest. Maar op initiatief van de Kamerleden De Pla en van Boghoven. Ja. Dus laat ik zeggen, wat ik al eerder zei, niet echt een consensus. De rol van de Tweede Kamer is sterk agendeerd geweest. Ze hebben eigenlijk in een vrij vroeg stadium, daar is de heer Duiverstein mee begonnen. Dus ik vind bijvoorbeeld de interventie die hij heeft gepleegd ten aanzien van de woonzorgaffaire, van welke garanties zijn er nu eigenlijk dat het non-profit vermogen blijft behouden? Hoe kunnen we daarop sturen? Dat vond ik, dat was op dat moment ook nodig. Dat moest gewoon gebeuren. Dat heeft hij goed gedaan. Als ik dat mag kwalificeren. Ik vind dat van de verschillende kanten uit, ook van verschillende politieke partijen uit, de schandalen die ontstonden eigenlijk vrij direct aan de orde zijn gesteld. Maar ook hier is men er echt niet toe gekomen omdat er ook geen voorstellen lagen waarover besluitvorming mogelijk was. Om tot kaders te komen. Dus u zegt, zijn wel debatten gevoerd over de incidenten, maar de ondergevende kaders, misschien wetgeving, beleid, is door de Kamer niet ontwikkeld om dit soort incidenten te voorkomen. Nou, ik vind dat. Ik weet niet of het juist geformuleerd was dat kaders door de Tweede Kamer moeten worden ontwikkeld. Ik weet niet of dat onderdeel is van de gangbare staatkundige verhoudingen. Maar die moeten natuurlijk wel worden vastgesteld. Ja, je moet ook toezien dat die er zijn. Die moeten er zijn. En het is natuurlijk de taak, denk ik, van de minister om dat op tafel te leggen. En dan komt het punt dat geen van de ministers echt de mogelijkheid heeft gehad om zijn taak
waar te maken. Dat is het. Dus ik zou, als ik zelf Kamerlid zou zijn geweest, zou ik grote moeite mee hebben gehad. Van hoe moet je hier nu effectief opereren? Ja, wat had u als Kamerlid gedaan? Misschien wel wat Bochhoff heeft gedaan. Proberen om partijen bij elkaar te krijgen. Mm-hmm. Gegeven het feit dat er nog weinig zicht op continuïteit is. Een eigen mening te vormen. Mm-hmm. En daar ook dat ook uit te dragen. Ja, dank. Dan is het woord weer aan de heer Groot. Dank u, meneer Muller. Ja, dank u wel, voorzitter. Dan gaan we naar het laatste deel, de toekomst. Er liggen verschillende adviezen liggen er al. En u bent zelf, we hebben het er al even over gehad, lid geweest van de commissie Hoekstra. Dus dat zou wat korter kunnen houden. Maar een van de dingen die u wel zegt in de commissie Hoekstra is dat het uitgaat van de bestaande situatie. Dus dat wat reparaties worden aangebracht in het bestaande stelsel. Ja, zegt u daarmee eigenlijk dat uw eigen rapport knip- en plakwerk is? En dat er eigenlijk een meer fundamentele herziening zou moeten komen? Dat kunt u niet opmaken uit de taakopvatting van de commissie. Hoekstra. Als wij tot de conclusie zouden zijn gekomen dat het stelsel niet reparabel was, hadden wij de conclusie moeten trekken dat we ander advies moeten geven. Maar die conclusie hebben we niet getrokken. Ja, er was natuurlijk een grote urgentie om met aanbevelingen te komen. Ook. Ja. Er zijn begin van de commissie nog wel discussies geweest. Dat moet je nu eigenlijk met corporaties. maar uiteindelijk is toch de nadruk gelegd op, ja, als je het stelsel repareert, kun je, dan doe je in ieder geval wat gedaan moet worden. En dan zou ook kunnen zeggen, creëer je daarmee ruimte om eens goed na te denken of je dat langer termijn wil. Ja. Maar dat laatste zou er nog wel een keer moeten gebeuren. Ik vind dat het altijd moet gebeuren. Ja. Ja. Dus je moet altijd, misschien periodiek, nadenken over wat je perspectief is voor 10, 15, 20 jaar. We hebben het al gehad over de aanbeveling van de commissie Hoekstra. Hoe het financiële en het volkshuisvestelijke toezicht gepositioneerd zou moeten worden. Dus dat laat ik nu even liggen. Maar een ander instituut is het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dat de leningen aan de woningcorporaties borgt. Wat vindt u ervan dat een privaat instituut is? Is dat een privaat instituut dat overheidsborging afgeeft voor leningen? Nee, het geeft een borg af als verzekeringsagent, zou ik kunnen zeggen, als verzekeraar van kredieten. Op basis van een achtersteld vermogen, wat dat mogelijk maakt. Dat zijn natuurlijk ook de grootste van de corporaties, het eigen vermogen in de eerste plaats. En het is pas in heel laatste instantie de achtervang van Rijk en gemeente. Dat het een privaat instituut is, ik ben nooit geweest bij de oprichting ervan en de besprekingen daarover, maar ik heb altijd begrepen dat dat wel bewust is gedaan. Omdat er natuurlijk ook sprake is van zeer bedrijfsgevoelige informatie van de zijde van de banken. En dat de banken moeten kunnen, het als het ware als een vertrouwenspersoon kunnen zien die ook hun belangen goed borgt. En dan zit je in een tussenpositie. Mm-hmm. En er is natuurlijk iets anders nog. Stel dat je het Waarborgfonds tot een publieke instelling maakt. Wat is dan de status van het garantievolume van nog stijgende, nu geloof ik iets van 86 miljard. Wordt dat een rijksverplichting? Met alle gevolgen voor de begroting, voor de rijksbegroting. Ja, even. Door dit zo te doen, hou je dat in ieder geval daarbuiten. Ja, want daarin staat ook een opmerking over in het rapport van de commissie Hoekstra. Het risico dat als het Waarborgfonds publieke instelling zou zijn, dat dan de geborgde leningen zouden worden opgeteld bij de staatsschuld. Maar de staat geeft toch een heleboel garanties af, zonder dat die gegarandeerde leningen bij de staatsschuld worden opgeteld. Dus ja, dat is bijvoorbeeld het Waarborgfonds Eigen Woningen, waar dat ook gebeurt. Maar dat is ook een private instelling, als ik het wel heb. Ja,
Ja, maar dat wordt toch ook niet bij de staatsschuld opgeteld? Nee, maar op het moment dat je een rechtspersoon met een wettelijke taak vermaakt, of een ZBO, of een onderdeel van het ministerie, zou dat anders kunnen gaan liggen? Dat is overigens, ja, ik kan dat verder niet goed beoordelen. Het is een risico wat in de besprekingen binnen de commissie een rol heeft gespeeld. We hebben wel al die varianten natuurlijk bekeken. Uh-huh. En we hebben ook met bijvoorbeeld mensen van het ministerie van Financiën daarover gesproken. En de conclusie was toch dat je er beter aan doet om twee buffers te houden. Eentje in de private sfeer van de waarborgfonds en eentje door eigenlijk de sanering en de mogelijkheden tot verdeling van de kosten van sanering over de sector als geheel, dus de sectorsolidariteit, dat beide in stand moet worden gehouden. Uiteindelijk hebben we daar ook in het advies voor gekozen. Ja. Hoe heeft het Waarborgfonds gefunctioneerd, naar uw opvatting? Ik moet hier het antwoord, het is niet uit lafheid, maar ik moet het schuldig blijven, omdat ik nooit in detail het functioneren van het Waarborgfonds heb bestudeerd. Ik vind het lastig om hier algemene uitspraken over te doen. Ik wil wel een paar indrukken geven. Graag. Ik heb de indruk dat het Waarborgfonds zich heel erg heeft opgesteld als een instelling die de corporaties wilde faciliteren. Dus als corporaties investeringsplannen hadden, dan zorgde het Waarborgfonds ervoor, naar beste weten, om dat te faciliteren, letterlijk, met een leningsvolume. Ik kan niet beoordelen hoe goed de risicobeheersing is geweest binnen het Waarborgfonds. Daar heb ik geen scherp oordeel over. Wat ik wel lastig vind, is toch de overlappende domeinen de facto tussen het financieel toezicht en wat het Waarborgfonds doet. En zeker de aanbeveling die we hebben gedaan als commissie, dat je meer risicogericht toezicht hebt, dan moet je dus vooruitkijken. Je moet kijken of een instelling goed wordt bestuurd en dan kan de governance van de instelling niet buiten het toezichtsdomein van de financiële toezichthouder blijven. Dan moet je ook sectorstudies maken om te kijken hoe het risicoprofiel van de sector zich ontwikkelt. En dan moet je daar je toezichtprogramma op afstemmen. Dan beide doen dat. En beide komen daar. Ja. Dat kritiseer ik niet. Beide doen dat uit de aard der zaak. Maar dan krijg je een overlap in domein en dat vergt dan een des te grotere zorgvuldigheid in de samenwerking. En daar is het een en ander niet goed gegaan, constateert u? We hebben het gevoel dat waar het echt op aankwam, dus als er sprake was van sanering of een direct traject daarvoor, dat er wel degelijk sprake was van een goede samenwerking tussen het Waarborgfonds en het Centraal Fonds. Maar waar we bang voor zijn, maar we hebben niet een hard bewijs, is dat de zachte signalen, die vaak ontzettend belangrijk zijn in het detecteren van de risico's, dat die niet werden gedeeld. Mm-hmm. En het is ook zo dat een deel van de informatie die het Waarborgfonds had ook niet beschikbaar was voor het Centraal Fonds. Er waren goede redenen voor, maar het Centraal Fonds kon er ook niet over beschikken. Welke goede redenen? Ja, welke precies, dat weet ik niet. Maar dat was informatie die het Waarborgfonds via de gegevensinvraag met de jaarverslaglegging voor zijn eigen risicobeheersing en beoordeling nodig had. Ziet u nu zijn het Waarborgfonds is ook een dienstverlener naar de woningcorporaties. Ja, ligt er niet een spanning met ook de functie van kredietbeoordeling? Dus dat je enerzijds dienstverlener bent, van de andere kant ja, heb je ook een zekere controlerende functie. Zit daar geen spanning tussen, naar uw opvatting? Nee. Nou ja, natuurlijk is er een spanning. Maar dat is precies de bestaansreden van het Waarborgfonds. Als er geen spanning zou zitten, zou er iets heel merkwaardigs aan de hand zijn. Natuurlijk probeer je als Waarborgfonds de sector te dienen en de investeringen die kennelijk nodig worden geacht mogelijk te maken met het garanderen van de leningen. Een onderdeel van de taak wordt dan dat je de risico's die daarmee gepaard gaan beheerst. En ik vind de titel die het Waarborgfonds nu voert, Hoeder van de Borg, vind ik een hele mooie. Ja, maar naarmate je soepeler bent of meer geneigd bent om diensten te verlenen, kredieten mogelijk te maken,
kan dat ten koste gaan van de kwaliteit van de kredietbeoordeling? Ja, dat is in theorie denkbaar. En of dat de praktijk is gebeurd, vind ik zelf heel moeilijk om dat met feiten te staven. Maar het hoort tot de professionaliteit van het waarborgfonds om die balans te brengen. Ja. Kijk, er wordt vaak gezegd dat de corporatie geen eigenaar heeft. Er zijn geen aandeelhouders. De disciplinerende werking van de kapitaalmarkt is er niet. Maar dat is nou juist wel de functie van het waarborgfonds om die disciplinaire werking te hebben. Die uitoefenen. En dan gaat het er om goed met die spanning om te gaan. Dat is de kerntaak. Ja. Goed, tot slot. U hebt een recent artikel geschreven waar wij nu het hebben over toekomstscenario's voor de woningcorporaties. En dat zijn eigenlijk drie. Dat is een marktvariant. Woningcorporaties worden marktinstellingen. Dan wel de sociale volkshuisvesting, echt meer een WMO-achtig karakter, een maatschappelijke functie. Dan wel de route van meer bewonersparticipatie. Nou, dat is zwart uitgedrukt. Maar... Kunt u elk van die drie richtingen even toelichten en ook dan zeggen naar welke uw voorkeur uitgaat? Nou, allereerst, dit is een artikel. Dat is een resultaat van een aantal lezingen. En mensen wilden graag dat ik het publiceerde. Het zijn vingeroefeningen. Het zijn geen definitieve visies. En ik ben juist bezig om dat wat meer te gaan doordenken. Ik vond de WMO-route van beleid vond ik in eerste instantie ontzettend interessant. Je zou een belangrijke variabele in het geheel is namelijk wat er met de huurtoeslag gaat gebeuren. Je kunt even uitleggen wat de WMO-route, wat dat dan... Ja, ik doe dat als u dat goed vindt via de korte beschouwing over de huurtoeslag. Ja, oké. Okay. Ik maak me namelijk ontzettend zorgen dat als je naar markthuren gaat, de huurtoeslag wordt opgeblazen. En dan zitten mensen in de kou. En dan is bezit, als de huurtoeslag er niet meer is, en er zijn natuurlijk allemaal discussies ook over in het kader van de belastingherziening, is bezit van corporaties opeens ontzettend veel minder waard. Dus hoe kun je de huurtoeslag borgen? Dat zou kunnen door te integreren in de exploitatie van de corporaties, die tegelijkertijd de mogelijkheid moeten hebben om dat geld weer te verdienen. Dus ga je naar een meer marktgericht systeem met een soort huurafslag voor bewoners die er recht op hebben of waarover wordt besloten dat dat nodig is. Of het een recht of gunst is nog een andere zaak. Je kunt ook een andere route volgen en zegt nou, we decentraliseren de huurtoeslag. Het rechtskarakter van zou kunnen vervallen. Je maakt woonlastenfondsen. En net als met de WMO wordt dan op basis van de indicatie ter plekke situationeel gebonden, bekeken of iemand voor een bepaalde periode huurtoeslag kan krijgen. Als je dat doet, kom je in een totaal andere verhouding met de corporaties. Het wordt bijna een concessiesysteem, omdat de huurtoeslag wordt gegeven aan degene die mogelijk wordt gemaakt door verhuurders die een redelijke huur rekenen, zodat die huurtoeslag niet al te hoog wordt. Dus maak je afspraken tussen corporaties en gemeenten over je investerings- en je verhuurbeleid. Dat is een route met ook grote risico's overigens. Maar denkend over een sterkere positionering van de gemeente vond ik dat nog wel een aardige variant. Ik vrees dat ik heel volkshuisvestelijk Nederland over me heen krijg. En de derde is dat je hoe dan ook moet nadenken over hoe je de krimp van de sociale huursector vorm gaat geven. Je kunt proberen om die op grote schaal aan beleggers of in ieder geval financiële instellingen te over te dragen. Je kunt ook tussenconstructie met vastgoedfondsen maken. Er zijn verschillende voorstellen voor. En wat mij interesseert dan is de prijsvorming die daarbij plaatsvindt. En de Vestia-casus is in deze ontzettend interessant. En ik vermoed dat omdat er toch hoge eisen worden gesteld bij de overdracht aan de sociale huisvesting, en ik hoop ook dat dat blijft, dat dan de prijs niet al te hoog zal wezen. Dan krijg je een prijsvorming van het non-profit regime eigenlijk. En toen dacht ik, nou als je dat voor bezit dat je afstoten, die woningen voor die prijs, over kunt dragen aan bewoners of bewonersgroepen en je bedenkt iets om dat te financieren, dan krijg je eigenlijk een aanvullend coöperatief stelsel naast de corporatie en misschien zelfs binnen de corporatie. En waarom zou je niet het non-profit regime, wat we hebben, wat eigenlijk zegt dat je geen uitkering mag doen aan de bewoners. Coöperaties zijn in het belang van werk in stoffelijk belang der leden en niet in het algemeen belang.
En dat is een beetje waarom coöperaties nooit in de corporatiesector voet aan de grond hebben gekregen. Maar waarom zouden we die regel niet kunnen loslaten? Waarom zouden bewoners niet aandeelhouder kunnen maken? Of gewoon gemeenschappelijk eigenaar en soms individueel eigenaar? Zodat je eigenlijk een soort ketenomkering in de sociale huursector krijgt. En als ik daarover nadenk, word ik daar eigenlijk steeds enthousiaster over. Ik weet wel dat het niet makkelijk te regelen is. Het ontkracht alle gevestigde posities. Maar stel je voor dat corporatie eigenaar zijn van de corporatie en de wethouder de principaal. Welke politieke discussie krijg je dan in de gemeente? De wethouder wil dat de corporatie meer gaat bouwen, zodat er nieuwe bewoners, woningzoekende kansen krijgen. De bewoners vinden dat het hun te veel gaat kosten. Dus krijg je een politiek debat op lokaal niveau, wat gewoon de lokale democratie enorm versterkt. Dus ik denk, is dit niet een model wat verder moeten gaan uitwerken? Maar nogmaals, voor wat het waard is. Dat meer coöperatieve model, dat zou echt terug zijn naar de wortels van de volkshuisvesting, zoals dat sociale volkshuisvesting, zoals het is begonnen. Ziet u dat ook gebeuren? Welk scenario acht u het waarschijnlijkst wat gaat gebeuren? Het meest waarschijnlijke variant is dat de corporaties in een taak worden begrensd, volgens de lijnen die Blok nu uitzet. Dat er een harde splitsing komt tussen de kerntaken en de rest. Dat je dus eigenlijk lokale beheerbedrijven met een beperkt ontwikkelende functie krijgt, die misschien nog wel banden hebben met regionale projectontwikkelingsmaatschappijen. Dat vind ik de meest waarschijnlijke uitkomst. Waarbij ik ontzettend zou pleiten voor een beleid waarbij de huren gematigd blijven om mensen nog een besteedbaar budget te laten houden. Ja. Dank, voorzitter. Dank, collega Groot. Ik ga nog even naar mevrouw Hashi. Meneer Schaar, in dit verhoor is gesproken over het coöperatiestelsel en in het begin met name over de verzelfstandiging en de bruteringsoperatie. En u zei toen dat veel directeuren dachten dat het betekende dat ze los van de overheid kwamen te staan. Ja. En u voegde daaraan toe, maar dat is nooit zo bedoeld. Ja. Zegt u daarmee niet dat daar onvoldoende over nagedacht is? Bij het standkomen van dat stelsel? Er is wel nagedacht. Ik kan me herinneren dat we nog discussies hebben gehad over op departement, ook later nog, bijvoorbeeld over de recrutering van directeuren. Zullen ze het sociale gedachtegoed voldoende ondersteunen? Maar ik moet ook zeggen dat ik wel verrast ben door de dynamiek die de discussie aannam. En dus dat er inderdaad een soort gevoel was, niet het minst bij de directeur van gemeentelijke woningbedrijf, maar eigenlijk wel breder. Ik was toen zelf ook toezichthouder bij het Oosten in Amsterdam. Dynamiek in de discussie waarbij eigenlijk het ondernemerschap, het werken voor hele brede lagen van de bevolking, het maken van mooie architectuur, het projectontwikkeling op grote schaal, desnoods samenwerken met derden, daarbij de benodigde schaalvergroting. Want wil je dat doen, dan moet je een grote achterban hebben in je eigen achterland, in je eigen bezit. Hè? Dus dan kun je de risico's van de projectontwikkeling op die manier spreiden. Dat heb ik zelf onderschat. Dat heeft u ik weet onderschat, niet hoe dat maar bij. Ik ben dan ook allemaal lezingen gaan houden daarna. Mm-hmm. Mijn vraag is met name gericht op het stelsel bij die verzelfstandiging en die brutering die daarop volgde. Is er naar uw mening voldoende nagedacht over het feit dat het ook een soort van privatiseringsgevoel kan oproepen? Dus dat is mijn vraag, niet zozeer alleen u als persoon, maar hoe u daar op afstand zo naar kijkend, is daar voldoende over nagedacht? Toen ik bezig was met de nood- en volkshuisvesting, was dat nog niet een punt. Dus er werd eigenlijk al gedacht over, je hebt instellingen die nog wel eigenlijk onder hoede van de overheid lopen, maar die een grote bedrijfsmatige verzelfstandiging hadden. Mm-hmm. En die verzelfstandiging is een managementtechniek. Zo heb ik het altijd beschouwd. En zo is dat eigenlijk ook in die nota gezien. Ik denk dat het de vraag is eigenlijk of er adequaat is gereageerd in de periode daarna, toen de rente sterk daalde, de koopprijzen sterk gingen stijgen, eigenlijk de markt helemaal uit balans raakte en de grote kansen voor projectontwikkeling ontstonden. En wat ik mij wel afvraag, of je niet in die periode veel scherper op de afbakening van je beleidsdomein, werkdomein had moeten sturen.
En dus ook een overgang had moeten maken. Dat is niet dus achteraf praten, en in die zin geef ik u eigenlijk gelijk. Een overgang moeten maken van een stelsel waar je een buitengrens van het werkveld benoemt zonder de kerntaken hard te benoemen, naar een stelsel waar de kerntaken gewoon de taken zijn van de corporatie, waarbij wat je meer doet eigenlijk in bijzondere omstandigheden misschien wel kan, maar niet als normale praktijk. Ik heb zelf het gevoel dat daar te traag op gereageerd is. En u blijft dus wel bij uw woorden dat het een ingenieus stelsel is. Ja, dat vind ik nog steeds. Maar wat ik ook zeg, het vergt dijkbewaking. En het vergt een overheid die alert reageert op veranderde omstandigheden waar we het net over hebben gehad. Dat er een periode is geweest waar eigenlijk sprake was van een, ja, toch een betrekkelijk trage beleidsontwikkeling. Dank, voorzitter. Dank, mevrouw Hashi. Meneer Van der Schaap, tot slot. U maakte straks een opmerking naar collega Mulder over die nota van minister Dekker. U vond die erg goed. Wat was daar zo goed aan? Die werd zonder enige reserve gekozen voor een publieke inbedding van het corporatiestelsel. Daarin werd er ruimte gegeven voor zelfsturing van maatschappelijke organisaties. Ik vond die balans heel mooi. En ze heeft ook geformuleerd wat de kerntaken zijn van de corporatie. En dat waren er twee, binnen een vrij breed werkveld trouwens. De twee waren gewoon huisvesting van de doelgroep. En dat hing al samen met het hele Europa dossier. En terwijl een tweede was een investeringsdoelstelling die overigens nog verder geoperationaliseerd moest worden. En ze heeft de aanzet gegeven voor een advies, of ze heeft een advies gevraagd aan de commissie Schilder, waarin denk ik op een buitengewoon indringende wijze een analyse is gemaakt van het toezichtstelsel. Dat was schaduw of in de uitloop van die nota. Dank voor deze laatste toelichting. Meneer Van der Schaap, we zijn aan het einde gekomen van dit openbaar verhoor. En rest mij niks dan u zeer te danken voor uw toelichting vandaag. Ik sluit deze vergadering. De bode brengt u naar buiten.